maar ik heb heel goed nieuws voor je. Mm-hmm. Ik kreeg net een belletje van je floormanager. Hij zei dat jullie al een heel goed evaluatiegesprekje hebben gehad, maar zijn dus laaiend enthousiast. Ja. Echt laaiend. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Nou ja, ik mag je dus van harte feliciteren. Je hebt de baan. Je mag maandag gewoon lekker verder waar je mee bezig was. Laten we dat dan maar doen. Top. Mooi. Perfecte matches. Twee vliegen in één klap. Oh, nou moet ik zeggen dat ik al niets anders had verwacht hoor, Bram. Volgens mij ben jij precies het goede type voor een baan als dit. Dat is echt het belangrijkste, hè. Dat je vindt waar je je ei in kwijt kan. Ja, dat is toch wat mensen tegenwoordig zoeken in een baan. Niet alleen maar geld verdienen, maar ook echt iets doen waar ze echt zichzelf... Misschien is het toch niet echt iets voor mij. Je ziet er vanaf. Ja. Maar meneer, dat is echt geen goed idee. Hey Jay. Heb je dat telefoonnummer nog van Demi? Ik denk dat het eruit gevallen is. Nee. Ja, hoi, Davy, met Bram, uit de trein. Ja, ik had je nummer even gevraagd aan AJ, hoop niet dat je dat erg vindt. Het is namelijk zo, dit is mijn laatste dag op mijn werk dan, dus vanaf nu zit ik niet meer in de trein, dus ik wilde je eigenlijk vragen of je... Davy? Nee. Kan het dan nooit? Ja, batterij dus. Kut! Hey. Ik dacht dat jij weg was. Was ik ook. Op kamp met een groep brugklassers. Oh. Chocola? Ik heb niet gemerkt. Ik ook. Houd uw persoonlijke eigendommen goed vast als u uitstapt. We willen natuurlijk niet dat u iets kwijtraakt.